De wet staat er toe. Het mag. Als je naar de praktijk kijkt, zou je niet zeggen dat men in de GGZ daar goed van doordrongen is. We hebben in ons midden een psychiater die actief betrokken is geweest bij hulp bij zelfdoding bij psychiatrische patiënten. En dat is Johan Huisman. En die wil ik de gelegenheid geven om even om zijn verhaal uit zijn praktijk en de hulp waar hij bij betrokken was, even duidelijk te zeggen. Zo kan het dus ook. Ja, inderdaad. In 2008 zijn er twee meldingen geweest, zoals u net al gehoord hebt. En bij beide ben ik betrokken geweest. Bij de ene casus als uitvoerend arts, dus daadwerkelijk hulp bij zelfdoding bieden. En bij de andere was ik consulent en heeft een andere psychiater de hulp bij zelfdoding verleend. En zoals u net ook gehoord hebt, is er begin dit jaar weer een melding geweest door een psychiater, waar ook de toetscommissie als zorgvuldig heeft geoordeeld. Ja, nog even naar die cover hè, van Mag ik dood, hè, die stijger. Hè. Als ik naar die beide patiënten kijk waar ik bij betrokken geweest ben, dan kun je zeggen inderdaad dat op een gegeven ogenblik dat mijn collega bij de ene casus en ik bij die andere casus inderdaad op die stijger mee zijn gaan lopen. En dat we zorgvuldig hebben onderzocht en letterlijk vaak uren gepraat van hoe het nu verder zou gaan. En dat uiteindelijk toch besloten is dat het een gerechtvaardigd verzoek om hulp bij zelfdoding was. En met als gevolg dus dat die stijger uiteindelijk niet alleen is afgelopen. Want het zou bij deze patiënten met een zeer grote mate van waarschijnlijkheid geleid hebben. Bij de ene tot een sprong van een hoog gebouw. En bij de ander een treinsuïcide. De casuïstiek, toch is het belangrijk denk ik nog even van tevoren aan te geven dat de Hoge Raad er in 1994 in het kader van het Chabot-arrest wel iets specifieks erover gezegd heeft. Dat het kan, dat psychisch lijden ook een grond is om hulp bij zelfdoding te kunnen bieden. Echter, dat er wel gevraagd wordt om uitzonderlijke behoedzaamheid. Waarom? Nou, dat heeft dus met een heleboel argumenten te maken die al eerder vanavond aan de orde geweest zijn. Ook in de film net bij collega Van Dam. Van ja, de mensen kunnen nog een lange tijd leven en je kunt nog weer mogelijk nieuwe middelen verzinnen. Waardoor toch een draaglijk leven weer misschien mogelijk zou kunnen zijn. De beide patiënten, het betrof beide vrouwen in de leeftijdscategorie 60 tot 70 jaar. En bij de ene patiënt ging het om uitsluitend, zou je kunnen zeggen, een therapieresistente depressie. Nou, dat wil zeggen dat een patiënt heel vaak al behandeld was voor meerdere depressies en uiteindelijk daar geen verbetering meer in te zien was. En dat de kwaliteit van leven inderdaad heel erg slecht was. Bij deze ene patiënt betrof het dus vanaf 1994 al meerdere ambulant behandelde depressies. Met een eerste opname in 1999. Vervolgens een hele belangrijke verliessituatie, het overlijden van echtgenoot. Geen kinderen. Meerdere klinische behandelingen zijn daarna gevolgd. Het hele depressieprotocol met alle toeters en bellen. En dus alle gangbare therapieën die op dit moment zeg maar volgens het huidige state of the art, hè, dus gangbaar zijn doorlopen, inclusief ook elektroconvulsieve therapie, hè, dus ECT. En dat allemaal zonder duidelijke verbetering. En vanaf 2005 blijvend klinisch opgenomen. En vanaf 2006, 2007, die twee jaren zeg maar, voor hij overlijden, was er eigenlijk sprake van een blijvende, consistente doodswens. Eigenlijk zonder dat er eigenlijk nog momenten waren dat ze daar zelf aan twijfelden. Dan blijft het natuurlijk toch heel, heel boeiend om te zien, hè, dat de ene patiënt met ja, dergelijke ernstige depressieve klachten, die niet op een behandeling of welke bejegening ook meer gunstig reageren, dat bij de ene patiënt, dat de ene patiënt dan toch zegt van ja, dat is dan voor mij toch nog wel reden om
door te kunnen blijven leven. En dat de ander zegt van nee, dat wil ik niet. Dus dat is toch weer die autonome keuze, zou je kunnen zeggen. Dat de ene patiënt aangeeft om gehandicapt en met vele beperkingen toch blijvend opgenomen te zijn. En dat de ander zegt nee, dat wil ik niet. Daar wil ik echt niet de komende jaren nog mee geconfronteerd worden. En dat doet te veel pijn en ik wil dan liever overlijden. Dat is dus bij deze patiënten uiteindelijk ook gebeurd. Er is een tweetal consulenten geweest die de zorgvuldigheidseisen heeft getoetst. Dus er zijn de bekende eisen van is het een duurzaam verlangen? Is de patiënt wilsbekwaam? Is het wel overwogen? Ondraaglijk lijden, uitzichtloos lijden? Is de patiënt voldoende voorgelicht over de situatie? En is er inderdaad geen redelijk alternatief meer aanwezig? Er is overleg met de familie geweest en de hulp bij zelfdoding heeft bij die patiënten niet in de kliniek, in het psychiatrisch ziekenhuis plaatsgevonden. Want dat was toch voor de directie van het psychiatrisch ziekenhuis een brug te ver. En gelukkig was er toch nog een familielid aanwezig die gezegd heeft van nou, dan kom je toch bij mij de laatste 2 weken van je leven doorbrengen. En dan kan thuis in een veilige omgeving met naasten de hulp bij zelfdoding plaatsvinden. De tweede patiënt, ook in de leeftijdscategorie van 60 tot 70 jaar, heeft een andere levensgeschiedenis, zou je kunnen zeggen. Bij de eerste patiënten waren toch eigenlijk nooit echt depressieve episoden aanwezig geweest tot 1994. Maar bij de tweede patiënt was sprake van een zeer ernstige traumatisering in haar jeugd. Op meerdere gebieden. En eigenlijk was er reeds sprake van psychiatrische behandeling vanaf haar 14e jaar. Toch is het haar gelukt om nog enigszins een marginaal leven te gaan leiden. Ook gehuurd, geen kinderen. En het huwelijk, zou je kunnen zeggen, was voor haar een marginale basis om toch het leven nog vol te kunnen houden. Ook hier was sprake van een verliessituatie. Echtgenoot overlijdt in 1992. En dan startte weer een zeer intensief behandelingstraject in de GGZ. Met ook jarenlang een vlucht in de psychofarmaca, letterlijk, dus met medicatie, letterlijk om de pijn niet te hoeven voelen. En de laatste 5 jaar was er eigenlijk een zeer sterke aanhoudende doodswens aanwezig. Ook hier was sprake van een langdurige psychiatrische behandeling. En zowel met betrekking tot de posttraumatische stressstoornis, dus de traumatisering in het verleden, en de chronische depressie die in de loop der jaren was ontstaan. Er is toen eerst besloten om de medicatie bij deze mevrouw eerst eens flink af te bouwen, want er was toch wel sprake van een zeer, zeer grote overdosering. En dat leidde ertoe. Enkele behandelaren die ook bij het hele proces betrokken waren, dachten van nu dan wordt ze helder en dan zal ze wel anders tegen het leven aankijken. Mijn verwachting was een andere en die kwam natuurlijk ook uit dat haar wens om dood te gaan alleen nog maar nadrukkelijker werd en dat ze wat dat betreft van geen wijken wilde weten. Ook bij haar zijn de zorgvuldigheidseisen getoetst, ook een tweetal consulenten geraadpleegd. Overigens, zowel bij de eerste als bij de tweede patiënten was de tweede consulent ook een scanarts. En is er overleg geweest met de naasten en de familie. En bij haar kon de hulp bij zelfdoding dus in de thuissituatie, in alle rust, in aanwezigheid van naasten plaatsvinden. De tweede casus was de eerste melding dus sinds 5 jaar bij de regionale toetsingscommissie. En de regionale toetsencommissie moest toch wel even nadenken bij deze casus. Want die psychiater die schrijft nu wel in het uitvoerige verslag dat er sprake is van een richtlijn. Maar waar is die richtlijn voor de psychiaters ook alweer? Dat geeft een beetje aan hoe ver de regionale toetsencommissies ook al eigenlijk verwijderd waren van het idee dat wellicht ook een psychiater nog een keer hulp bij zelfdoding zou kunnen melden. Dus de secretaris van die regionale toetsencommissie heeft toen de betreffende psychiater gebeld van goh, er wordt gesproken over een richtlijn, hebt u die misschien? Dat is allemaal goed gekomen. Ook bij die eerste casus heeft de regionale toetsencommissie toch de psychiater nog uitgenodigd om ook nog wat voorlichting te geven en uiteraard ook nog over de casus zelf te spreken. Maar het heeft in ieder geval in beide
casus ertoe geleid dat de regionale toetscommissie gezegd heeft dat er sprake is geweest van zeer zorgvuldig handelen en dat er dus aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan. En ik heb begrepen dat ook in de derde casus begin dit jaar, begin 2009, de regionale toetscommissie het oordeel zorgvuldig heeft gegeven. Zelf ben ik dus bij één casus dus direct betrokken geweest. Dat is nu bijna een jaar geleden. Ik heb nog steeds het gevoel dat het een juist traject geweest is. Dat ik met die mevrouw samen op die steiger gestaan heb. En dat ik dat op een menswaardige manier voor haar heb kunnen beëindigen, het leven. Uiteindelijk heeft ze het zelf gedaan. Want de patiënt moet zelf uiteindelijk het drankje drinken. Maar goed, je bent daar natuurlijk toch een hele belangrijke personen in dat hele proces. En dat zij op deze wijze ook menswaardig van naast een afscheid heeft kunnen nemen. Tot zover. Dankjewel.